We zijn hier in Museum Catharijnenconvent en we zijn bezig met een heel mooi project. Er hangt hier een schilderij, een 15e eeuws schilderij, eerste kwart 15e eeuw. En er is wat geks aan de hand met dat schilderij. Het had oorspronkelijk een hele gouden achtergrond, alleen in de 16e eeuw is daar overheen geschilderd met blauw. En dat is ontdekt een aantal maanden geleden toen het klaar werd gemaakt voor een tentoonstelling. En toen ontstond de vraag van wat moeten we daar nou eigenlijk mee? Hè? Zo'n laag uit de 16e eeuw, moet je die laten zitten of haal je die eraf? Ik was toevallig, toen die vraag speelde, met studenten van de Universiteit Utrecht in het museum. En wij kregen die vraag voorgelegd door de conservator van het museum, Michel Leeflang. En heel toevallig hadden wij de week daarvoor Lieselore Thiessen gesproken van de TU Delft. En zij had ons verteld over 3D-scannen en het 3D-printen van schilderijen. En toen kwamen we eigenlijk met elkaar tot de conclusie dat een 3D-scan en een virtuele restauratie de oplossing is voor het probleem van de overschildering. En dat is wat we vandaag gaan doen. We zijn vandaag een 3D-scan aan het maken van het werk. Dat doen we door het op hoge resolutie in kleur te fotograferen en door het te scannen. En we gaan straks die 3D-scan virtueel restaureren. Dus we gaan die blauwe bovenlaag eraf halen en we gaan de gouden onderlaag terugbrengen. En zo brengen we het schilderij terug in de oorspronkelijke staat zonder het te beschadigen.